Er komt geen getijdenpark langs het Scheur in Maassluis. Uit onderzoek blijkt dat de concentratie PFAS in de bodem van de rivier en een deel van de oever te hoog is. Dat vormt nu geen gevaar, maar kan bij werkzaamheden in de bodem wel voor problemen zorgen. Het saneren van de grond is de gemeente te duur. De kosten daarvan staan niet meer in verhouding met de baten. De gemeente Maassluis heeft al 50.000 euro aan kosten gemaakt voor de komst van het getijdenpark. De Verenigde Seniorenpartij roept de gemeente op dat bedrag bij Rijkswaterstaat te declareren.